Sam de Wit. Weer over de hele. Komt ook werkelijk op de stropdas van Roemeon. Prima paas. Ben Moussa. Oeh, bijna. Maar dat had de keeper Vrolijk van Dovo goed gezien. Disveld. Dovo komt eruit. Guido van Dijk. Ja. Schiet graag Guido van Dijk. Die heeft er ook diverse in liggen voor Dovo. Bal helemaal terug naar Daan Huiskamp. Deze is goed begonnen aan de wedstrijd. Initiatief is er. Nog niet echt hele goede grote kansen gehad, maar dreigend zeker. Dus hopen dat ze dit vast kunnen houden en door ook wat kunnen gaan creëren. Veel balbezit, maar nog niet de eindpaas die gegeven kon worden. Dit is Salasiwa met een diepe bal op Roemeon. Die kan hem aannemen, maakt Van Dijk vrij. Raakt hem niet goed. Zonde, hij had alle tijd en ruimte om rustig een hoek te kiezen, aan te leggen. Maar zijn linkerbeen liet hem wat in de steek. Even scherp zijn, Tim van den Berg. Dat doet hij goed. Dit is wat minder. Ben Moussa die laat de bal afsnoepen. De bal blijft hangen. Nee, kan weggewerkt worden. Schot uit de tweede lijn. Bal nu bij Guido van Dijk. Haalt een beetje onder het voetje door. Richting Nick Hak. En voor de voeten van... Het was Kian Visser, maar goed optreden van een van de verdedigers van DVS. Dovo komt er nu even wat meer uit. Levert gelijk een wat opener spelbeeld op. Nou, wie weet kan DVS daarvan profiteren. Prachtige paas. Maarten van Dijk op Omar El Ghazouani. Hier aan de rechterkant. Komt hij. Passeert makkelijk zijn tegenstander. En oh, op de paal. En nu weer. Oh, jongen. Nog eens naartoe. Dit had DVS 33 een doelpunt moeten opleveren. Sam de Wit. Maarten van Dijk. Ze blijven het proberen, DVS. Heel goed. El Ghazouani. Prachtige beweging. En daar een vrije trap. Op een heerlijk punt. Even een spuitje erop. Ik denk dat het toch Salasiwa zal zijn. Aanloop. Schot. Naast. Wederom. Het zal toch op een gegeven moment een keertje moeten gebeuren. Dat gaatje. Die bal tegen het net aan. El Ghazouani. Heel listig paasje. Die paas komt niet aan. Niet goed gezien. Daar weer goed gelezen, Ben Moussa. Strakke bal. Bijna Roemeon daar. Trekt weer naar binnen. Zet de bal voor. Maar wederom koppend naast. Ja, de speaker zegt dat er... Martin staat niet op het wedstrijdvoorbeeld van de KNVB. Dus ja, dan mag je niet zomaar meedoen. Anders kunnen wij ook meedoen. Wij staan ook niet op het wedstrijdvoorbeeld. Hij staat er inderdaad niet op. Ik heb het net gecontroleerd. KNVB. Timo Pluk komt weer terug. Het veld in. Hij stond al denk ik onder de douche. Zo van, nou, tweede helft speel ik niet meer mee. En dan gaat Martens meedoen. Maar nee hoor. Hij moet gewoon weer meedoen. Ghazouani bereikt, maar hij gaat door. Maarten van Dijk, nu.
Gaston. Nee. Salasiva. Altijd weer een mannetje. Die net op tijd... Daar bijna toch een kans. In dit geval van Guido van Dijk. Dit is ook Van Dijk. Maar dan Maarten van Dijk. Bal wat kort. Raakt hem niet goed. Dit is een beetje het spelbeeld de hele tijd. Maar ook dat we hem gelukkig snel weer terug hebben. Maar goed, één uitbraak. En opletten geblazen. Roemion er voorbij. En helemaal voorbij. Maar geen voordeel dat de scheids iets later die fluit moeten inblazen. Hij kon nog gewoon doorlopen. Niemand raakt hem. En die zit er lekker in hoor. Stef Nijland. 1-0 voor DVS. En dat is wel terecht te noemen. Fijn. Stef Nijland weer belangrijk in een thuiswedstrijd. Na de vorige keer de derby. Wat gaan we doen? Maarten van Dijk. Terug. Salasiva. Maarten van Dijk. Salasiva. Heel mooi. Goed gespeeld. Nou. Roemion, Stef Nijland, niet alles gaat goed, raakt de bal verkeerd, iets te veel het lichaam, achterover. Oh, wat is dit goed bekeken, bijzonder mooi. Nou, Omar El Ghazouani, komt ie, Ghazouani, nee, weer niet. Keeper, tuurlijk, daar staat hij voor, vrolijk. Prachtige paas. Roemion. Is het scoringsdrift ook echt volledig kwijt, Roemion. Nick de Bond. Merkan. Zet de bal daarvoor. Oh. Een mogelijkheid. DVS. Let op uw zaak. S-A-E-C-K. Schipper. Ziet er solide uit bij DVS. Misschien in de overname is het Benjamin Roemion. Kan alleen op de keeper. Lekker hoor. Goeie goal. Een goede counter. Het is Roemion die de wedstrijd tegen slot gooit. En DVS op een 2-0 zet in Ermelo. Een lekkere driepunter. Nou, dan kan de extra tijd misschien wat korter. Jaap de Vries, je hebt vanmiddag gekeken naar een mooie wedstrijd, denk ik. Ja, vond ik ook. Zeker de eerste helft. Toen waren we heel best wel dominant. En voetbalde een mooie combinatie. En de eindpaas, of dat we net niet de goede bezetting voor de goal hebben, blijft die 1-0 uit. En dan ga je met de 0-0 de rust in. En dan... hoop je de tweede helft dat we het weer door kunnen trekken. En dan is het wat rommeliger. En uit de vrije trap maken we de 1-0. En dan, en nog op het laatst dan een mooie counter met Benna die de 2-0 maakt. Maakt het feest compleet vandaag. Ja, het maakt het feest inderdaad compleet. Een 2-0 overwinning. En dan ook nog met zulk goed combinatiespel. Wat er langzaam maar zeker toch weer steeds beter in begint te komen. Vind je dat ook niet, Jaap? Ja, zeker weten. De twee weken geleden bij ASWA vond ik al dat we de tweede helft al vrij goed speelden. Creëerden toen ook veel kansen. Alleen we maken ze dan niet af. Vandaag dan ook weer meteen vanaf de eerste minuut vond ik dat we echt heel goed speelden. Dominerend. Kort, klein en dan weer wat grote, goede... basis van Sam, hè, over de lengte naar Benna. Het was gewoon hartstikke mooi om naar te kijken. Ze groeien ook in hun rol. Zo'n Hilal Ben Moussa en Stef, die vinden elkaar blindelings. Ja, dat is genieten. Zeker in zo'n wedstrijd. Als je ziet de jongens die weten wat er gevraagd wordt, weten van elkaar wat ze kunnen. Wij zien het natuurlijk ook op de trainingen heel vaak. Hè, maar dan zie je het op de wedstrijd. Ja, dat zijn jongens heel belangrijk voor ons zijn. En als we dan de bal hebben, dan kunnen we ook echt goed doorvoetballen meteen. En dan heb je ook nog aan de rechterkant, in het rechter verdedigingsblok, ook nog zo'n Iren Yafous die echt zo makkelijk speelt.
Ja, nee, dat is ook fantastisch om te zien. Hij was al een paar weken goed bezig op de training. En we hebben vandaag gekozen voor hem om in de basis te spelen. En ja, ik vind dat hij het fantastisch gedaan heeft. Dit kan misschien nog wel weer tot mooie dingen leiden. Want ja, volgende week begint de derde periode. Ja, nee, dat klopt. Ja, goed, wat je net al zegt, we zijn groeiende en we worden met de week beter. Het team is ook naar elkaar toe aan het groeien, vind ik. Nee, we hebben denk ik best wel heel veel kans om daar weer wat voor, of voor die derde periode te gaan. Nou, ik wou in ieder geval namens de kijkers, namens DVS TV en ook namens mezelf bedanken voor het spelniveau. Het was heerlijk om naar te kijken. Ja, nee, dat is zeker leuk om op zulke wedstrijden te laten zien aan het publiek dat we echt goed kunnen voetballen. En we hopen dat de komende weken te blijven doen. En, want we hebben de mensen ervoor. Ik zie je wel mooie weken tegemoet. Oké. Bedankt, Jaap. Dankjewel. En succes verder. Ja, zeker. Dank je.